Hoi, ik ben Paul Blokker. Ik ben werkzaam bij DLV Advies in het speerpunt Mest en Mineralen. Vandaag staan we bij een proefveld wat we uitgevoerd hebben binnen het project Natuurlijke Veehouderij Utrecht. Binnen dit project streven we naar minimale input van buitenaf om toch een goed, duurzame melkveehouderij te bedrijven. En binnen op dit proefveld streven we ernaar om onder meer met minimale gewasbeschermingsmiddelen goede mais te telen en te kijken wat de kansen zijn voor kruidenrijk grasland. Dit proefveld is opgezet in samenwerking met DLV Advies en loonbedrijf van Gerestein in Kootwijkerbroek. En Barry gaat jullie zo meteen vertellen wat hier gedaan is en welke resultaten we hebben behaald. We staan hier bij de nieuwe veldspuit van loonbedrijf Gerestein. Wij hebben hier gekozen voor een dapafstand van 25 centimeter, die onafhankelijk afsluitbaar is. Met een verlaagde spuitboom, dat we dan 30 centimeter boven het gewas kunnen, de bespuiting kunnen uitvoeren. Dan realiseren een driftreductie van 90%, wat een grote milieuwinst oplevert. Nou, ik vind het belangrijk om met minder gewasbeschermingsmiddelen mais te telen, omdat ik, het is toch een winst voor het milieu. Bestrijdingsmiddelen zijn natuurlijk ook hartstikke duur, ook voor de boeren. We hebben een stukje gedaan met de traditionele mix van Laudes, Scalaris, Milagro en Kart. En we hebben een paar andere mixen gedaan waar we met minder middelen gedaan hebben. En uiteindelijk ook nog een mix met de helft van de middelen met humuszuren erbij. Nou, de resultaten zijn eigenlijk niet zo overweldigend, zeg maar. Dat je zegt van, wat ik zie eigenlijk waar je dan met minder middelen, met bepaalde cocktail nog wat te reduceren, kun je wel zeggen van, je gaat dan op het randje lopen. Het beste resultaat heb je natuurlijk gewoon met de normale mix. Wat ik ook heel duidelijk hier wel zag was, we hadden natuurlijk een perceel gedaan met de helft van de middelen en de helft humuszuren erbij, dat de onkruiddruk toch wel veel hoger geworden is. Ik denk voor de volgende keren dat ik toch met driekwart de 75% van de middelen moet en dan een beetje humuszuren erbij, dan denk ik dat we toch een heel goed resultaat kunnen behalen. We hebben hier op proefveld in Kootwijkerbroek de mais eigenlijk een chemische onkruidbestrijding gegeven na het vijfde en zesde bladstadium, zonder bodemherbicide. Na de tijd ben we met deze rolschoffel erdoor geweest om de laatste onkruidjes die er dan toch nog staan, zeg maar, om die weg te rollen, om die weg te schoffelen. We hebben hier op het proefveld in Kootwijkerbroek het meeste ondergezaaid met de 15 kilogram Italiaans rijgras. Daarnaast hebben we nog een paar proeven gedaan met een allround mengsel, zoals we dat onze zaadleverancier dat noemt. Dat zijn eigenlijk grassen die onder droge omstandigheden willen en kunnen groeien en grassen die eigenlijk om in de schaduw beter kunnen groeien. Meestal zeg je van, als je in de mais kijkt tijdens het groeiseizoen, zeg je van ja, wat staat er eigenlijk? Als je dan de mais gehakseld hebt en we hebben een mooie zachte winter, dan sta je versteld van wat er dan eigenlijk in de winter nog weer van terugkomt. Dan kun je toch zien dat er eigenlijk in de grond al wat, heel wat plaatsgevonden heeft en dat het eigenlijk na het maishakselen gelijktijdig door kan groeien. Nou, we zitten hier in een proefveld, een stukje sladerbuffet van puur grazen wat we hier gezaaid hebben. Je ziet allemaal verschillende soorten kruiden. En waarom hebben we dit gedaan? Omdat het eigenlijk misschien toch nog wel toekomst wordt. Die groeien wat makkelijker onder droge omstandigheden met minder mest. Je ziet de verschillende kruiden, chicorij, rode klavers en alle andere soorten. Dat zijn eigenlijk soorten die stikstof binden, maar die ook onder droge omstandigheden makkelijk kunnen groeien. Hier hopen we dan de ervaring mee op te doen en de kennis te delen met onze klanten.